Ja, weer een speciale aflevering van PK Praat met PS. We gaan even bellen met Hans Laurentius. Althans, dat is de bedoeling, als ik het nummer van Hans Laurentius ergens te pakken kan krijgen. En natuurlijk heb ik dat hier. 0485. Waar zou dat nou weer zijn? Ik ben ooit bij deze beste man op bezoek geweest. Ik kan me niet meer herinneren waar hij woont. Gaan we hem eerst vragen. Belangrijke eerste vraag aan Hans Laurentius. Als hij wakker is tenminste. Met Hans. Hey Hans, met Patrick. Dag Patrick, goeiedag. Ik zou je bellen, hè? Ja. Hey, allereerst zijn we even benieuwd. 0485, waar is dat alweer? Ja, dat is rond Gennep. In de buurt van Gennep? Ja, we zitten in een dorp vlakbij Gennep. Je had ooit een spiritueel centrum, toch? Ja, dat klopt. En dat was in Ottersum, dus dat ligt ook tegen Gennep aangeplakt. Dus we hadden hetzelfde 0485-nummer. Oké, en dat spiritueel centrum heette De Horizon? Ja, klopt. Maar dat bestaat niet meer? Nee, en dat bestaat nou letterlijk dus ook fysiek niet meer. Want ze zijn aan het slopen gegaan op het terrein waar ik een paviljoen had gehuurd. Ja. We zijn er pas nog even langs geweest en het is nu alleen nog een hoop stenen. Dus ze hebben het al helemaal tegen de vlakte gegooid. Hé, hey, en Hans, waarom ben je daarmee gestopt met het spiritueel centrum? Twee redenen eigenlijk. Ik kreeg heel duidelijk een jaar of twee voordat ik daar ook echt wegging een stopsignaal. Zo, hier moeten we maar eens mee stoppen. Ja, dus ik zat te bellen met iemand waar ik al een aantal jaren zeg maar enige begeleiding aan gaf. En midden in dat telefoongesprek voelde, zag, hoorde, whatever, ik ineens stop. En toen wist ik dat ik met dat satsang gebeuren moest stoppen. Dus ik zei ook tegen die dame in kwestie van, ik geloof dat dit het was. Ik krijg nu een stopsignaal, dus ik ga ophangen en dit is het laatste gesprek wat we voeren. Ja. En die was even stil en zat zo te voelen. En die zei van, ja, volgens mij klopt dat. Dus, opgehangen. S'avonds nog wel voor het fatsoen naar Nijmegen gegaan. Want ik had daar een satsang gepland. Mijn wekelijkse satsang. Mm-hmm. En ik vond het een beetje lullig om die mensen daar voor een dichte deur te laten staan. Dus, die heb ik nog even binnengelaten. En even verteld hoe de vork in de steel zat. Ja. En, mogen jullie het zelf uitzoeken, zei ik. Ja, nou Hans, iedereen krijgt wel eens dat soort signalen binnen. Alleen, dan begint die mind zich ermee te bemoeien. Ja, dat kan je toch niet maken. Je kan toch niet stoppen. Je stelt zoveel mensen teleur. Had jij ook last van het circus in je hoofd? Of nee. Was dat gewoon meteen duidelijk? Nee, het was zo duidelijk. Soms krijg je, zeg maar, je intuïtie geeft je zo'n verschrikkelijk duidelijk signaal dat er geen spoor van twijfel of nadenken of schrikken of weet ik veel wat. Het was gewoon duidelijk. En dat was alleen maar een soort opluchting, weet je wel. Terwijl het natuurlijk best veel betekende, want er liepen toch een paar honderd man om me heen, zou ik maar zeggen. Verder financieel maakt dat natuurlijk ook uit, hè. Ja. Ik bedoel, in mijn vak, zou ik maar zeggen, als je niet werkt, krijg ik geen geld. En er zijn geen uitkeringen en al dat soort dingen. In mijn vak ook, hoor. Ja, precies. Ja. Weet je wel, ik was ook nergens voor verzekerd wat dat betreft. Dus gewoon niet werken is geen geld. Maar ja, daar ging het allemaal niet over. Nee, het was op. Ja, het was gewoon klaar. Die vorm was klaar. En ik had zoiets van, dat is hartstikke mooi. En ik wacht wel weer tot ik een signaal krijg. En dan zal ik wel weer weten wat ik moet doen. Nou, dat duurde ongeveer een half jaar. Dus ik heb een half jaar heerlijk rondgehangen. Naar dingen in mezelf gekeken. Want dat was ook wel prettig en nodig. Dus dat was gewoon goed. En ongeveer na een half jaar kreeg ik weer zo'n gevoel van, ik moet weer iets gaan doen. En toen heb ik dat nog een maandje uitgesteld om het zeker te weten. Dat het niet een of andere neiging was of zo. Mm-hmm. En toen ben ik zeg maar op die nieuwe vorm waar ik nou een beetje mee bezig ben. Meer individueel gericht. En op het mensen leren kijken en voelen gericht. Bezig gegaan. Klopt het nou dat je ook mede gestopt bent met het spiritueel centrum? Omdat je het idee had, mensen blijven maar komen, blijven maar uitstellen. Het heeft niet zoveel effect meer ook wat ik hier zit te doen. Dat achteraf ga je dingen reproduceren, weet je wel. Maar dat stopsignaal was verder zonder lijstje van redenen. Oké. Het was gewoon stop. Het is wel zo dat ik al een paar jaar zo'n gevoel had van een soort dubbele houding naar dat hele guru gebeuren. Zo van, aan de ene kant werkt dat wel. Aan de andere kant, mensen gaan toch, terwijl je de hele tijd over eenheid aan het ouwe hoeren bent, ze gaan toch een beetje tegen je opkijken en jou als voorbeeld nemen. Ja. Terwijl, op een menselijk niveau, ik ben net zo gek als ieder ander. Dus dat schiet allemaal niet zo erg op. En nee, maar Hans,
Sorry dat ik je onderbreek, maar jij zei het toch ook aan het begin van diverse satsangs. Joh, ga nou niet de boodschapper zitten vereren. Je zei iets over, een hele mooie uitspraak. Je zei, als de postbode liefdesbrief brengt, dan ga je ook niet de postbode vereren en met hem naar bed. Ja, dat mag je hopen, ja. Maar toch waren er bewijzen van spreken en soms ook letterlijk hele groepen die wel het een en ander met me wilden, zou ik maar zeggen. Ja. Zo gaat dat. Ja, dat zijn gewoon biologische dingetjes, denk ik. Hè. Je bent dan toch het alfa-hondje, zou ik maar zeggen, of aapje. Ja. En dat is dan aantrekkelijk of zo. Ja, maar daar gaat het niet om. Nee, maar jij brengt mensen wel weer in contact, of hoe je wil noemen, met hun essentie. En ze gaan het meteen koppelen aan dat poppetje genaamd Hans. Ja, exact. Ja. Dus ja, dan zit je in zo'n zaaltje met 20, 30, 40, 50 mensen of zo. En er is een zee van liefde. En dan denken ze allemaal dat, of niet allemaal, maar een deel denkt dat het persoonlijk is. Ja. En dan kun je dus roepen wat je wil. Maar ja, de menselijke conditioneringen die zijn tamelijk taai. Dus hun verstand weet wel hoe het zit. Maar emotioneel reageren ze gewoon. Ze voelen zich dan meer geliefd dan dat ze ooit geliefd zijn. Ja. En dat is ook zo. Alleen voor mij is het niet persoonlijk. Nee, geen persoonlijke liefde. Nee, het is gewoon bewustzijn dat van bewustzijn houdt, als het ware. En er is natuurlijk wel zoiets als een energetische voorkeur. Sommige mensen die liggen hier gewoon meer dan anderen. En ja, vooral voor mij was daar belangrijk in. Degene die meer konden opnemen, daar ging ik liever mee om dan degene die nog helemaal niet open waren. Ja. En hij heeft verder niks met persoonlijke trekjes of uiterlijk of weet ik veel wat allemaal te maken. Maar gewoon, ja, meester Eckhart die zei een keer, ik ben de dolste op degene in wie ik het meeste kan uitgieten. Hoe noemde hij dat dan? En wat bedoelde hij er precies mee? Nou, zijn dingen die hij ontdekt had, kon overdragen. Dus iemand die heel ontvankelijk was en leergierig gefocust, zal ik maar zeggen, of vol toewijding was. Ja, die zag die vaker dan degene die alleen maar een beetje in hun hoofd zaten informatie in te winnen. Ja, want hoe reageerde jij bijvoorbeeld als de mensen bij je satsang zaten met een bloknoot en een pen? Giechelen. Ja. En dan soms legde ik ze uit van dat je dat beter niet kon doen. En het gewoon door je heen laten gaan. En als je iets zou moeten onthouden, dan onthoud je het echt wel. Ja. En ik kan me bijvoorbeeld een mevrouw herinneren uit een satsang van jou. Daar heb ik een opname van gehoord op cd. Ja. Dank daarvoor nog. En die vrouw barst in tranen uit. En ze hoorde slecht. En ze kon jouw woorden niet goed horen. Of je harder wilde praten. En toen zei jij ook van ja, het is eigenlijk niet eens zo erg dat je de woorden maar half meekrijgt. Want het gaat om wat door die woorden heen schijnt. Precies, ja, dat was Doris. Okay. Die heeft dat later heel goed begrepen. En op een gegeven moment ook zoiets gehad. Gewoon daar totaal in te ontspannen. En ze had ook heel sterk het idee, dat kwam ook voor, dat ze zeg maar minder intellectueel sterk was dan anderen. Wat helemaal niet het geval was. Een zeer intelligente vrouw. En juist door het loslaten van proberen die woorden te pakken, begreep ze gewoon eigenlijk alles. Ja. En als je ziet hoe zij nou, ik zag haar een tijdje terug nog, zo in tune is. Zo'n volwassen, prachtig mens geworden. Dat is echt fantastisch. Oké, dus over haar hoeven we ons geen zorgen meer te maken. No way, nee, absoluut niet. Die leeft echt gewoon helemaal volop. Ja, oké. Ja. Als je het dan toch een beetje rationeel wil benaderen en allerlei schemaatjes wil en uitlegt, zou ik zeggen, ga naar hanslaurentius.nl. Daar heb je een mooi schema neergezet. De kerndynamieken van de menselijke conditionering. Mooi uitgelegd door middel van een drietal kleurige cirkels. Mm-hmm. Ja. Op die site zie ik toch dat je binnenkort nog iets gaat doen aan een workshop? Ja, klopt. Ik was uitgenodigd om een conferentie, SAND heet dat. Oh, ja. Science, Science and Non-Duality. Mm-hmm. En ja, blijkbaar wilden ze me daarbij hebben. Dus daar heb ik ook even naar zitten kijken van of ik daar wel zin in had. En nou, er was niet genoeg weerstand om nee te zeggen. Dat is ook een mooie, ja. Dus ja, er staat een workshop gepland. Of die doorgaat is nog vers 2 natuurlijk. En de bedoeling was ook dat ik daar een presentatie of een talk zou houden, maar die heb ik gecanceld. Want? Nou, om de dood eenvoudige praktische reden. Ik had ze gezegd dat ik niet een early riser ben. Oh, dus, 's ochtends vroeg, ja. Ja, weet je wel, dus ik geen zin had om vroeg uit mijn bed te komen. En ze planden mij om 8:30 ochtends. En dan moet ik hier om, 6:00 opstaan om daar op tijd te zijn. Dus ik zei van, nou, aangezien ik niet op een PR-campagne ben, geef dat 30 minuten of 15 minuten maar aan iemand die interessante dingen te vertellen heeft. Maar ik kom niet. Oké. Dus
Ik heb zo'n gevoel van, het zou best kunnen dat het helemaal niet doorgaat. Maar het hangt natuurlijk, hè, wat die workshop betreft, het hangt natuurlijk een beetje vanaf van hoeveel animo daarvoor is. Ja, het is vrij prijzig, de Science and Non-Duality Conference. Het komt overwaaien uit Amerika. Het wordt heel... Hoewel, die workshop is maar €40, dus dat valt nog wel mee. Oh, dat zijn vier tientjes. Dat is, ja, dat valt nog wel mee. Dat is op te brengen. Dan ben je tot 3,5 uur, word je geëntertained, zou ik maar zeggen. Dan ben je zoet. En misschien leer je nog iets. Oké, okay, we gaan het zo ook nog even hebben over jouw muzikale escapades. Oké. Okay. Maar eerst zou ik het toch eens met je willen hebben over een heet hangijzer in spiritualiteit, in non-dualiteit, hoe je het wil noemen, tenenkaas. Ja. Het spirituele ego. Oh ja, leuk. Daar heb jij nog wel het een en het ander over te vertellen. Jij zegt in een van je satsangs, joh, spiritueel ego, die komen op een stapel terecht. Daar kijken we over 5 jaar nog wel eens een keer naar. Oké. Okay. Toch, dat zijn woorden die ik ooit gehoord heb van jou. Ik kan me niet herinneren, maar ja, ik zeg zo wel. Wat is daar nou, want een hoop mensen doen alsof ze het gezien hebben. En jij zegt, dan zit je muur vast. Ja, want... Ik heb wel eens, dat kan ik me wel herinneren, gezegd dat een spiritueel ego, die is zeg maar net zo glibberig als een paling in een emmer snot. Weet je wel, terwijl als je een bouwvakker ego hebt, zou ik maar zeggen, die is gewoon robuust. Het zijn een paar blokken steen. Ja. Nou, die kun je gewoon goed zien, weet je wel. En daar valt weinig te verbloemen aan. Terwijl een spiritueel ego of een intellectueel ego, dat is heel sophisticated allemaal. Dus it's very slippery stuff. Maar hoe herken je een spiritueel ego? Bijvoorbeeld, je hebt van die mensen die constant te pas en vooral te onpas met citaten aankomen zetten. Of lopen te beweren dat alles alleen maar bewustzijn is. Mm-hmm. Terwijl je, als je een beetje sensitief bent, gewoon in 3 seconden door hebt dat ze niet durven kijken, niet durven voelen. En dat ze spirituele termen gebruiken om allerlei neigingen te verbloemen. Of om zich superieur te voelen ten opzichte van anderen die dan minder begrepen zouden hebben. Dus toch weer je iets specialer maken van je... Ja, exact. De kern is altijd hetzelfde. I wanna be special. Ja, bijzonder. Ja. Bijzonderder dan een ander. Ja, zeker. Of intellectueler, of slimmer, of meer verlicht. Of weet je wel, alsof dat zou kunnen. Ja. Het is heel bizar. En ja, de pest erbij is van dat zo sophisticated kan zijn. En zo, dat er zo aan vastgeklampt wordt dat het vreselijk eng is voor mensen om dat los te laten. Kijk, als jij gewoon een blok beton hebt als ego, op een gegeven moment gaat dat zo zeer doen. Daar wil je dan wel doorheen. Ja. Maar zo'n slippery stuff wat er heel mooi uitziet met gouden randjes en prachtige citaten aan de muur en zo. Ja, daar kun je mee voor de dag komen. Van die mensen van, ja, ik ben heel spiritueel en zo. Ja. Ja, dan word ik altijd een beetje eng. Er is ook een hele business omheen, hè? Er zijn natuurlijk... Uiteraard. 3-tal bladen zijn eruit. Mm. 10 boeken die je kan kopen. Ja. Bijeenkomsten, workshops. Noem het allemaal maar op. Maar dan zullen de kritische luisteraar zal nu zeggen, ja, maar Hans, je hebt toch ook een website? HansLaurentius.nl. Ja, dat is ook zo. Ben jij dan niet ook wat specialer dan een ander? Ja, maar goed, in mijn geval is dat gewoon waar natuurlijk. Ja. Nee, maar dat is wel een interessant punt op zich. Want na dat stopverhaal van dat satsang gebeuren, zat ook heel duidelijk bij mij zo'n gevoel van, ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer om überhaupt daar iets mee te maken te hebben met wat ik in negatieve buien wel eens de spirituele maffia noemde. Maar ja, ik kan niet ontkennen van, ik zit daar natuurlijk zelf ook in. En ik verdien daar ook mijn geld mee en zo. En dat blijft gewoon op sommige momenten een lastig punt. Ja. Maar goed. En tegelijkertijd van, op een gegeven moment had ik gewoon geen keus meer dan daar mijn werk van maken. Want ik was er zoveel mee bezig. Ik had niet eens tijd voor iets anders. Nee. Kijk, en de huur moet betaald worden. En op een gegeven moment heb je zo'n heel centrum staan. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat kost duizenden euro's. Ja. En ook een van de redenen waarom ik het dus niet erg vond dat stopsignaal kwam, was van, ik vond het heel leuk om weekenden, retreiten, satsangs, gesprekken te doen enzovoort. Maar op een gegeven moment moet je, om die hoop steen overeind te houden en de hele voortgang en iemand in dienst enzovoort, weet je wel, moet je zoveel weekenden, retreiten, satsangs enzovoort doen om uit de kosten te komen. Ja. Ja, en dan begin je dus het gevoel te krijgen van, het paard zit achter de wagen, want dit was helemaal de bedoeling niet. Ik wou gewoon mijn liedje zingen en ja, dat er allemaal uitgroeide, ja, dat wist ik ook niet. Nou, mooi toch dat in ieder geval voorbij is. Ja, absoluut. Voelt ook goed. Ik lees op je site dat je ook de boeken van Jet McKenna gelezen hebt. Ja, zeker. Ja, vond ik heel leuk, ja. Wat is je daar het meest aan bijgebleven?
Nou, wat ik een heel cruciaal punt vond, en daar maak ik ook gebruik van nu, is menselijke volwassenheid. Ja, precies, menselijke volwassenheid versus verlichting. En wat is het verschil volgens jou? Simplistisch gezegd, een menselijke volwassene die leeft gewoon zijn totale potentieel, maar denkt nog steeds dat hij iemand is. Ja. En een verlichte denkt niet dat hij iemand is. En zal het verder dus ook een worst zijn of die wel of niet zijn potentieel leeft, of het regent of dat de zon schijnt. Dus het een is niet een voorwaarde voor het ander? Nee. Het is niet ook een eerder stadium of zo? Je zegt eerst word je menselijk volwassen en daarna kan je eventueel dat weer van je afwerpen en verlicht raken. Nee, het is geen lineair gebeuren. Nee. Is het een light versie? Nee, ook niet. Het is gewoon anders. Ja. Het is wel zo dat als iemand een zwaar beschadigd ego heeft, om het zo maar te zeggen, dus in de menselijke kindertoestand zit, maar dan ook nog beschadigd. Een heel negatief zelfbeeld. Ja, dan is het heel erg lastig om volwassen of verlicht te worden. Want? Omdat het allemaal zo zeer doet, dat er een gigantische angst in het systeem zit om überhaupt iets los te laten. Kijk, en een menselijke volwassene die zit al veel losser in zijn ego, zou ik maar zeggen. Ja. Die heeft al het een en ander weggewerkt. Ja, exact. Dus uiterlijk gezien kunnen die twee, zogenaamde verlichte en volwassenen, trekjes hebben die aardig overeenkomen. Want ze kunnen wat makkelijker relativeren, ze hoeven niet altijd hun zin te hebben. Het zijn allebei geen kleuters meer die meteen gaan stampvoeten als ze hun ijsje niet krijgen. Ja. Ja, je hebt daar iets heel moois over gezegd in een video-interview wat we gedaan hebben, een halfjaartje terug. Dat staat mooi op de voorpagina van hanslaurentius.nl. Jij vertelde dat wij als kind, wordt natuurlijk aangeleerd, min of meer, dat als er iets ergs gebeurt en je wil je emotie of je verdriet uiten, dat je je in moet houden. Daarmee, ik vat het even simplistisch samen, daarmee bouw je een soort reserve, nee, hoe noem je dat nou, een soort container op met allemaal oude emotie. En op een gegeven moment wordt dat gewoon te veel. Durf je het niet meer aan te raken? Ja, exact. Dan ontwikkel je een gigantische angst om echt te voelen. Ja. Vanuit het idee van als dit allemaal loskomt, dan kan ik het niet aan. Dan word ik gek, dan ga ik dood. Het is te veel allemaal. Het is gewoon te veel. Ja. En dat komt eigenlijk omdat kleine kinderen hebben gewoon de capaciteit nog niet om emoties totaal te verwerken. Gewoon omdat de hersencellen die daar verantwoordelijk voor zijn, die zijn nog in ontwikkeling. Dus ze hebben gewoon nog weinig van die cellen, zal ik maar zeggen. Terwijl een volwassene die heeft misschien 15 keer afhankelijk van zijn leeftijd de capaciteit van een klein kind. Maar emotioneel denkt hij nog als dat kind. Dus hij gelooft nog steeds dat hij het niet aan kan. Ja. 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 Nou, dat is een van de dingen waar ik mee werk met mensen, om ze te laten ervaren dat ze het wel aan kunnen. En als je door begint te krijgen uit ervaring, dus niet intellectueel, maar emotioneel, dat je eigenlijk iedere emotie kunt doorvoelen en dat je niet gek wordt en er niet aangaat, dan begin je vertrouwen in jezelf te krijgen en begint de angst minder te worden. Ja. De angst voor van alles. Hè? Als ik bang ben voor afwijzing, dus ik moet mijn best doen, want anders vind jij mij niet aardig meer, dan ga ik me lopen inhouden. En dan ben ik eigenlijk bang voor de gevoelens die jouw afwijzing in mij zou opwekken. Ja. Ja, aangezien ik daar niet bang van ben, hoef ik dus ook niet bang te zijn voor wat iemand van me vindt. Een mens lijdt het meest voor het lijden dat hij vreest. Dat heb ik ook al gehoord. Ja, exact. Ja. En dat noemen we dus projectie. Dat is eigenlijk een angst voor herhaling. Ja, dus iemand heeft mij een paar keer, of ik ben een paar keer afgewezen, dan ga ik bang worden dat het weer gebeurt. Ja. En dan ga ik dus een leven van vermijding leven. Dingen niet zeggen, dingen niet doen, of dingen wel doen die ik helemaal niet wil doen. Om maar te voorkomen dat er gevoelens in mij opstaan die me overspoelen. Jeuken jouw handen dan niet, Hans, als je bijvoorbeeld zo'n programma ziet over gepeste kinderen op RTL4 was laatst, de dag tegen het pesten, dat je naar zit te kijken en denkt, dat je daar wel heel veel dingen van dit in herkent. Want inderdaad, als je vroeger heel erg gepest bent, begin dan maar eens met opruimen. Ja, exact. Ja, dat is gewoon vreselijk en slopend voor mensen. Ik zag pas ook een ander programma waarin dit een onderdeel was. Dat drieluik van de Varen over gelijkheid, vrijheid en broederschap. En daar kwam dat dus ook in voor, waar je meteen kon zien dat kinderen die gedenigreerd benaderd werden, zal ik maar zeggen, slechter gingen presteren, ziekteverschijnselen kregen, zich achtergesteld voelden, onzeker werden.
Ja, ik heb ook een dochter die veel gepest is op school. En aan haar intelligentie ligt het niet. Maar ze zit duidelijk een niveau onder waar ze zou kunnen zitten, zou ik maar zeggen. En dat heeft gewoon daarmee te maken. Maar jij zit daar toch bovenop, neem ik aan? Wat bedoel je nou mee? Ja, nou, dat je daar haar mee helpt. Of kan juist jij haar daar niet mee helpen? Je kunt pas iemand helpen. En dat is ook een cliché als die geholpen wil worden. Ja. Dus we hebben het wel overal over. We hebben hele goede verstandhouding en dat is heel open. Maar om echt te gaan zitten en dingen aan te pakken. We hebben in het verleden wel eens een aantal sessies gedaan. Nou, dat ruimde wel wat op. Maar ja, het is een kind, hè? Ja. Moet het toch doen als ze er zelf klaar voor is of het zelf exact. Wil. Je kan het niet opdringen, want dan wordt het allemaal... Nee, exact. Dus ze weet gewoon wat er mogelijk is. En dat ik en mijn partner gewoon haar zouden kunnen helpen. Maar daar moet zij zelf van toe zijn. En zij heeft nou veel te veel andere dingen aan haar hoofd. En, het is oké. Oké, duidelijk verhaal. Zometeen hebben we het nog even over jouw muziek. Want dat moet ik absoluut niet vergeten. Maar nog één dingetje aan je vragen omtrent dit. Het is ook een veelgehoord misverstand. Dat op het moment dat je dus verlicht bent. Of dat de verlichting is. Dat je nooit meer in een kramp zou schieten. Hè? Dat niks meer je zou aanraken. Niks meer je zou iets zou doen. Je vertelt daar in je satsang ook regelmatig wat over. Dat zelfs Ramana Maharshi een keertje riep van... ik heb geen ego of zoiets. Nee, dat was Krishnamurti. Oh, Krishnamurti, ja. En dat daardoor meteen de helft van zijn volgelingen wegliep. Ja. Kun je dat nog eens duidelijk maken? Want dat is toch waar veel mensen denken... ik moet verlicht raken, want daar ben ik tenminste van alles af. Dan schiet ik nergens meer in. Dan verlies ik me nooit meer in de wereld. Ja, er zijn dus nergens zoveel illusies over dan over verlichting. En Alexander Smit die had wat dat betreft een hele mooie. Die zei altijd van vertel mij wat je definitie van verlichting is. En dan laat ik je zien waar je probleem zit. Dus als jij denkt bijvoorbeeld van als ik verlicht ben dan ervaar ik altijd vrede. Heb je blijkbaar problemen met conflicten. Juist, dus je geeft meteen zelf aan waar je eigenlijk naar op zoek bent. Ja, exact. Ja. En dus waar je omheen wil eigenlijk. Ja, waar een oplossing voor. Ja, en dan sluit het op wat ik er straks zei over dat leven van vermijding. Wat we doen omdat we dingen vrezen te voelen. Nou, mensen zien verlichting als een soort bypass. Dan kan ik er omheen. Ja. Dan hoef ik niet meer te lijden of problemen te ervaren. Het punt voor mij is veel meer vrijheid of verlichting, whatever. Dat betekent gewoon ervaren wat er te ervaren valt op het moment dat het te ervaren valt. En of dat nou liefde is of teleurstelling of... verlegenheid? Ja, whatever, weet je wel. Dat doet er niet toe. Er wordt gewoon niks van gevonden en het wordt ervaren. Waardoor de impact daarvan heel klein is. Ja. Maar het wil niet zeggen dat, als ik het bij mezelf hou, dat ik nooit meer eens geïrriteerd ben. Alleen, het duurt nooit lang. Dus die irritatie kan opkomen in de ruimtelijkheid die je bent, zal ik maar zeggen. Nou, dat is, laten we zeggen, een soort rode energie die ineens de kop opsteekt. Nou, 2 minuten later, omdat je er niet mee vecht en er niet voor vlucht en het niet probeert te vergoeilijken, is het gewoon verdampt. Niks aan de handscherm weer leeg en we gaan gewoon weer verder. Ja. Dus identificatie, als het al optreedt, is altijd van korte duur. Het is gewoon even een vlaag. En het scherm loopt nooit meer vol. En dus? Nou, dus is leven dodelijk eenvoudig. Ja, en blijft er genoeg rust en ruimte over om alert te zijn ook op wat er zich... Ja, en dat gaat dus vanzelf. Hè? Dus er zijn alertheid die je via een mindfulness cursus gaat aankweken... Ik ben gewaar zijn, dus ben ik gewaar. Ja. Maar dat kost geen moeite. Nee, maar dat gewaar zijn wordt niet de hele tijd maar vertroebeld door van alles wat je maar zit weg te drukken. Want het is veel vervelender, om het maar simpel te zeggen, om een emotie te ontkennen of te bestrijden dan om gewoon ter plekke te verteren. Ja. Het is gewoon veel eenvoudiger. Hè? Die zendmeesters die zeggen, als je gegeten hebt, moet je je kop schoon wassen. Nou, dus hè, je hebt je rijst op, je maakt die kop schoon, klaar. Niks aan de hand. Maar als je het allemaal laat aankoeken, ja, dan op een gegeven moment is het niet meer te vreten. Nee. En dan wordt het zo veel werk dat je er geen zin meer in hebt en zo, weet je wel. Dan krijg je allerlei toestanden. Dus je verteert gewoon wat er te verteren valt op het moment dat het er is. Ja. Oké, Hans. Ja, je bent druk met muziek maken. Ja. En wat voor muziek? Ja, dat is een goede vraag. Van alles en nog wat eigenlijk. Niet één stroming? Nee, geloof ik niet. Dus soms komt er een beetje country rock-achtig liedje. En dan is het weer een of ander beetje verontrustend filmisch gebeuren. Of elektronische muziek. Of een of ander gevoelig liedje. Ja?
Gewoon net wat er komt. Je hebt twee cd's nu, de Puls? Vier. Oh, vier cd's al. Je hebt er twee op je site staan. Wat was de eerste? De eerste was Songs from the Horizon. Ja. Dat ik die op de horizon had opgenomen. Okay, ja. En toen Scottish Capes, naar aanleiding van wat reizen naar Schotland. Dat is elektronische instrumentale muziek. Ja. En toen Pulse, dat is ook een elektronisch stuk van ruim een uur. En dan net I Dare You. En dat is een collectie van een stuk of 15 songs, waar er ook twee van mijn dochter op staan. En dat zijn heel gevarieerde nummers. In ieder geval waar ook zang in plaatsvindt, maar soms ook een soort gedichten op soundscapes gezet. Ja. Heel wisselend gebeuren. En ja, dan is de logische vraag, zijn de teksten allemaal verwijzingen naar... Nee hoor, gewoon net wat er voorkomt. Ze zitten love songs bij en soms inderdaad dingen die wel iets zeg maar met waarheid te maken hebben. Of, maar gewoon die teksten die komen ook maar gewoon. Er zit één nummer bij dat al schrijvend ontdekte ik dat het over een sluipschutter ging. Nou, dat zijn dingen waar ik niet zo vaak aan denk, maar daar ging die tekst over. Dat wist ik ook niet. Dus eerlijk is eerlijk, we kunnen zeggen... Deze muziek en teksten komen gewoon door jou heen. Daar heb je, absoluut. Heb jij niks mee van doen eigenlijk? Nee, daarom is het soms, dat zei ik pas nog tegen een vriend van me, van ik kan zeggen van ik heb ze geschreven. Ik kan ook zeggen ik heb ze gekregen. Het is gewoon wat ik hoor en dat probeer ik dan zo goed mogelijk, voor zover mijn vaardigheden en technische mogelijkheden hier er zijn, om dat te vangen. Ja. Maar het heet natuurlijk niet voor niks inspiratie. Ja, exact. Ik bedoel, en je kan gaan zitten en denken, ik ga nu een wereldhit schrijven. Nou, ik wens je veel succes. Nee, zo werkt het niet. Nee, die krijg je cadeau inderdaad. Bono van U2 zei ooit, I sit down and let the pen do its work. Ja, weet je wel? Ja, exact, zo is het. Ja, dat de meeste grote artiesten, en volgens mij is dat ook, dat daarom een hoop artiesten eigenlijk niet zo graag over hun werk praten. Omdat ze ook weten dat het een beetje smoetsig voelt, want... Ja, ik kan hier wel gaan zitten beweren dat ik inderdaad die wereld nummer 1 niet geschreven heb. Mm-hmm. Maar als je heel eerlijk bent, weet je dat je hem ook maar cadeau gehad hebt, toch? Ja, exact. Ik heb ook begrepen dat Beethoven, dacht ik, de neiging had om onder zijn teksten niet zijn naam te zetten, maar van God gekregen. Ja, maar dat zegt het toch precies, Hans? Ja. Ik bedoel, en ook iemand als Hans Thewe, waar jij qua uiterlijk en stemgeluid nog wel op lijkt. Ja. Die zegt ook van het enige wat ik nodig heb is eigenlijk een goede nacht slaap. En dan ga ik zitten en dan komt het of het komt niet. En een beetje tijd is handig. Ja, geen druk. Ja. Dan merk ik zelf van al die dingen die ik dan opgenomen heb, dat is allemaal een beetje tussendoor. Maar ik moet gewoon een paar uur hebben. En als ik een paar uur heb, dan komt er altijd iets. Ja. Dus dat is een ander interessant ding wel van inspiratie. Van mensen denken soms dat je daar... op moet gaan zitten wachten, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet waar. Je moet in een bepaalde toestand kunnen komen. Ja. En nou, dat is, laten we zeggen, voor sommigen makkelijker dan voor anderen. En in mijn geval is dat nooit een probleem. Als ik een paar uur heb, is er altijd iets. Dan komt er wel iets tevoorschijn. Altijd. Ja. Dus ik pak gewoon een gitaar of ga achter een synthesizer zitten. Of lekker pielen. Ik zit gewoon niks te doen en te luisteren. En er is altijd iets. En het is niet altijd goed. En dat is weer wat anders. Maar dat herken je dan ook alweer? Ja, uiteraard. Ja. Soms pas als een nummer af is, hoor. Dus ik heb veel meer dingen opgenomen ook dan ik dan op die cd'tjes heb gezet. Ja. Maar ja, die vond ik dan zat ik dat terug te luisteren. En dan dacht ik gewoon, nah, dat is niks. Nee, dit moet ik niet. Daar uren ben je mee bezig geweest. En heb je kostelijk vermaakt. Ja. En je hebt van alles geprobeerd. Maar ja, het is het gewoon niet. Dat is toch ook wat waard? Dat je er plezier aan hebt gehad om het te maken? Ja, daar ging het ook om. Ik heb 15 jaar gewoon geen muziek gemaakt omdat het verdween, omdat er een gezin was en dat hele spirituele gedoe, dat begon allemaal mijn tijd op te nemen. Maar ineens kwam die muziek terug via mijn dochter, omdat die liedjes wilde gaan doen. Dus die vroeg van, kun je wat akkoorden leren? Ja, is goed. Dus we gingen wat spelen en wat liedjes zingen die zij dan leuk vond. En ja, toen begon ik dus weer dingen te horen en op te schrijven, omdat ik wat meer tijd had. Ja, zo ging dat rollen, maar het is nooit bedoeld geweest en nog steeds niet om er echt iets mee te doen of om iets voor te stellen of mee op te treden of whatever. Het is gewoon voor fun. Ja. En als je er andere mensen plezier mee doet? Ja, dat is altijd leuk. Ja. Dus ik laat er dan in een kleine oplage 50 of 100 van persen en dan als iemand dat leuk vindt, dat is dan prima. Ja, en je kan het bestellen voor een aardig prijsje. 6 euro op je website. Ja.
En leuk ook dat je bij ieder nummer een soort verhaaltje geschreven hebt. Wat het is en hoe het tot stand is gekomen. Ja, dat vind ik altijd wel leuk, ja. Ja. Nog één vraag over die inspiratie. Hè? Mm-hmm. In mijn ervaring is het zo dat op het moment dat ik bijvoorbeeld samenkom met een goede vriend van me, dan begint het te bruisen en de humor en de meligheid komt als nooit tevoren tevoorschijn, meestal. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan precies? Want je steekt elkaar wel aan met van alles. Ja, dat kan heel goed. Dus als twee mensen zo'n soort klik hebben, dan kan daar een soort, je zou bijna zeggen een energieveld ontstaan, wat heel uitnodigend is voor creativiteit om te gaan stromen. Ja. En heel veel mensen hebben dat inderdaad als ze dus samenkomen. Anderen hebben dat liever als ze alleen zijn. Ja, daar ligt er maar aan net hoe je in elkaar zit. Hoe het poppetje geprogrammeerd is. Ja, dat denk ik, ja. Ja. Dus heel veel kunstenaars, zal ik maar zeggen, om het maar even zo te noemen, die werken het liefste alleen. En anderen doen het liever in een collectief verband, omdat ze dan elkaar triggeren. Ja. En het beste uit elkaar naar voren toveren, als het ware. Ja, het is ook zo raar. Als ik hier bijvoorbeeld op vrijdagavond een programma zit te doen, ik zit soms in mijn eentje, dan wordt het een aardig programma. Maar ik neem soms bewust ook een vriend of vriendin mee, omdat ik aan mezelf merk dat ik A, beter mijn best ga doen. Want ik wil toch een beetje diegene ook vermaken en een beetje, noem het imponeren, wat dan ook. en automatisch hebben de luisteraars er natuurlijk ook meer plezier van. Die zeggen ook, goh, wat klonk jij opgewekt en enthousiast en vrolijk vrijdagavond. Ja. En niemand weet dat hier dan iemand in de studio erbij zit. Maar grappig hoe dat werkt, hè? Ja, en het leuke is, dus als jij ontdekt van hoe dat voor jou werkt, dan moet je daar ook gewoon gebruik van maken. Ja, waarom niet? Dat is hartstikke leuk, ja, tuurlijk. Ja. En het krijgt dan ook echt die live dimensie van dat er iets heen en weer gaat en iets geenthousiast meer wordt. Ja. En ja, dat is hartstikke mooi. Iets sprankelends. Ja, exact. Maar andersom heb ik het ook wel eens meegemaakt dat ik hier een programma moest vervangen en er zat dan een vaste producer bij, waar ik niet zo'n klik mee had. En diegene kon me weer helemaal lam leggen, weet je. Dat was één brok testosteron wat hier naast me zat. En ik werd er gewoon bang van, weet je. Ik keek alleen nog maar naar mijn microfoon en mijn tekst en ik ging me verspreken. Word je bang om het niet goed te doen, hè? Ja, dan wordt dan door de maatschappij uitgelegd als maar je bent gewoon onzeker dan. Daar moet je toch wel tegen kunnen, wie dan ook in de studio is. Maar ik ben heel sfeergevoelig wat dat betreft. Ja, exact. En daar is dan dus ook heel belangrijk. Om dat zelf te weten en daar rekening mee te houden. Om dat te weten, om daar bewust van te zijn. En als je iets neer moet zetten in een radioprogramma in dit geval, dan moet je de voorwaarden proberen te creëren, denk ik, waarin jij je het lekkerst voelt. Want jij moet het doen op dat moment. Ja. Jij bent dan de spreekbuis van het geheel, om het maar even zo uit te drukken. Nou, als de voorwaarden gunstig zijn, dan stroomt dat allemaal lekker. Ja. Als die ongunstig zijn, dan wordt het toch lastig. Dus het is ook niet zo dat jij op het moment dat jij verlicht raakt, of hoe je het wil noemen, die vrijheid er is, dat die invloeden, misschien zijn die invloeden er dan juist nog wel veel meer, of niet? Aan de ene kant heb je daar dan minder last van, in de zin van dat het je niet zoveel uitmaakt wat het resultaat is. Ja, dus juist, die ik-neiging, zal ik maar zeggen, van ik moet het goed doen of zo, die is minder aanwezig. Mm-hmm. Maar het is zeker niet zo dat je daarmee, net als een robot, niet meer gevoelig zou zijn voor sfeer. Nee, natuurlijk niet. Ja, juist heel goed. Ik woon ook niet voor niks in een bos bijvoorbeeld. Omdat? Ik denk een veel prettigere energie dan een stad. Ja, die invloeden van toeterende auto's en drukte. Zeker. Daar heb ik gewoon geen behoefte aan. En niet dat ik daar dan doodongelukkig zou zijn. Zo is het niet. Maar het is niet wat ik voor kies. Nee, je blijft je voorkeuren houden. Uiteraard, ja. Ik eet liever pindakaas dan hagelslag, zei ik nou helemaal. Weet je wel? Dat is altijd zo geweest. En daar is niet anders geworden. Ja. Nou, wat wel een verschil is overigens, wat dit aangaat, is dat, tenminste, zo druk ik dat dan wel eens uit, wat aanvankelijk voor Hansje, zou ik maar zeggen, eisen waren, zijn nu verworden tot voorkeuren. Ja. You change. Ik heb dat Eckhart Tolle wel eens horen zeggen. You change your hij zei addictions into preferences of zo. Dat is heel mooi uitgedrukt. Ik denk dat dat klopt. Het wordt allemaal milder. Ja. Het is niet meer zo belangrijk. Een van de dingen natuurlijk die je ontdekt in dat rare wakker worden is dat jij er eigenlijk niet zo toe doet. En dan niet op een gebrek aan zelfvertrouwen manier, maar gewoon je ervaart wat je eerst dacht dat je zelf was als een van de dingen in het geheel. Ja. En niet meer als het allerbelangrijkste. Je zit eigenlijk alleen maar in de weg, heb ik ook wel eens iemand horen zeggen. Ja, exact. Exact. En dus hetzelfde net als met inspiratie waar we het net over hadden. Waar het om gaat is dat als jij dat radioprogramma doet, dat jij, je bent, alles wat jij bent is wel beschikbaar. Dus jouw kennis, jouw humor, beelden die in je zijn, die zijn beschikbaar, maar die staan er niet tussen. Het is een reservoir waaruit geput kan worden. Juist. En als jij in de weg staat, dan stok je die flow.
Ja, ja dat klinkt dus heel bekend. Ja. Dus creatieve uitdrukkingen of wijsheid of whatever, dat is alleen maar het stromen van die totaliteit als het ware. En daarom riep ik ook wel eens, ik ben alleen maar zo wijs in de zin van in hoeverre ik uit de weg kan. Ja, en alles wat er ontstaat door gewoon vloeiend door je heen kan laten komen. Ja, exact. En dan ben je feitelijk, en dat zul je denk ik ook herkennen, zelf ook aan het luisteren. Als jij ineens in zo'n flow zit en je maakt een of andere meesterlijke grap, dan denk je zelf ook van, goh, dat was geestig. Ja, maar daar moet je vaak... Want je had hem nog nooit gehoord. Juist, je moet er zelf ook om lachen. En zo'n grap een half uur later reproduceren, ja, dat is dan toch alweer minder, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, maar daarom lachen mensen tijdens een cabaretvoorstelling ook het hardst als inderdaad een Hans Stevig even een stukje gaat improviseren op het podium. Precies, ja. En reageert op wat er op dat moment aanwezig is en gebeurt. Dat vind ik ook inderdaad schitterende stukken als die gewoon mensen in het publiek gaat vragen van wat doe jij? Ja. En ze dan over de zaak halen. Ja, ja. Dan komt zijn ware talent naar boven. Ja, hè? Dat is echt gewoon geweldig. Ja. Ja. Ja, ik heb hetzelfde dan als ik wel eens plaatjes sta te draaien in een feesttent. Je kan nog de hele middag cd's branden, dingen op volgorde leggen. Denk ik ga dan en dan die en die draaien. Ja. Het loopt altijd anders. Ja, godzijdank. Ja, maar dat houdt het ook leuk voor jezelf. Je moet er toch niet aan denken dat je al precies weet hoe de avond gaat verlopen. Nou ja, exact. Precies. Mijn energieleraar vroeger die zei altijd, je moet je heel goed voorbereiden als je een sessie gaat doen met een groep. En als je het gaat doen, moet je de voorbereiding loslaten. Ja. Ja, dat vond ik wel een mooie. Mooie omschrijving. Hans, we gaan afronden. Ik graag over een paar maanden weer eens een keer contact met me. We zien wel hoe het loopt. Ik zou graag nog een liedje draaien van jouw cd. Of die cd die je me opgestuurd hebt. Dank daarvoor. Bedankt ook voor de boeken. Tof. Ik ben gisteren nog naar Driebergen op en neer gereden om één boek van jou, wat niet meer verkrijgbaar was via bol.com, tweedehands te kopen. Oké. CD I Dare You, welk nummer moet ik draaien? Ik zou het leukste vinden samen met je dochter, maar jij mag kiezen. Ja, doe maar de eerste gewoon gelijk. Morning. Daar zingt ze ook op mee. Misschien niet zo goed te horen, maar ze zingt wel in de backing vocals. Oké, lekker makkelijk. Ja. Dankjewel voor je tijd, Hans. Oké, joh. Hartstikke tof. En we houden contact, hè? Jo, graag. Oké, doei. Hoi. Hoi. Till dawn, I stay awake until the morning, and it seems time to move along. Till dawn.